ben Charlie, gitarist van onder andere Tumbling Dice, Hendrix Files momenteel. Ik ben gitaar beginnen spelen als ik, ik denk 17 was, dus dat is al heel laat in feite. Mijn eerste gitaar, dat was een Dayton. Ik heb die in Leuven gekocht voor 4200 frank. En ik heb die 25 jaar later, weet ik waar dat die ondertussen is, namelijk bij een vriend van mij. Dat is dat doe wel plezier. De tweede gitaar, dat was een SG kopie Ibanez. Een Gibson kopie Ibanez, een witte. Die heb ik zelf niet lang gehad eerlijk gezegd, want dan kreeg ik al zin in de Stratocasters. Ja, daarmee weet je ineens wie dat mijn favoriete gitarist is. Jimmy en ik spelen vooral op Stratocasters en ik doe dat ook. Dat zijn niet altijd de meest gemakkelijke gitaren, maar voor mij hebben ze het meest karakter en ik heb er ondertussen al verschillende in mijn handen gehad. En deze is er een van, die heb ik nog niet zo lang. Al weet ik de herkomst er niet echt van en heb ik er misschien zelf een beetje te veel aan betaald. Maar ze ligt mij zo goed dat momenteel een van mijn favoriete gitaren is. Dat is een ander, dat is een custom shop, die is technisch zeer, zeer, zeer goed en klinkt ook zeer goed trouwens en ik denk niet dat ik die ooit nog ga wegdoen. Wat mijn Stratocasters betreft. Versterkers, dat is een ander deel van mijn leven. De drie authentieke merken, of vier, of vijf. Zijn de Marshall, Fender, Vox, Music Man. Dat zijn zo wat mijn favoriete versterkers. Live gebruik ik bijna altijd Marshalls van verschillende types. Zowel master volumes als super lead, super bass. Afhankelijk voor welke groep of voor welke muziek of voor wat het moet dienen. Als we met Hendrix spelen of met Hendrix tribute spelen, dan is dat altijd super lead of super bass, omdat die zeer strak zijn, maar die zijn ook heel clean. Net zoals de Fenders trouwens, die zijn zeer, zeer, zeer clean. Een van mijn favoriete versterkers is de Vibroverb. Ik heb er eentje, een Resue, en ik heb er twee Blue Alnico speakers ingezet en die klinkt fantastisch strak en robuust. Zijn betere broertje is een zeer recent model, handwired in het fabriek. Peperduur als je het nieuw moet kopen en als je het moet bestellen, dan moet je er wel enkele maanden op wachten.
gonna find some people.